Onder de slogan laat weten dat je van ze houdt, geef ze Fernandes kerstbrood, is Fernandes Warme Bakker vandaag gestart met de verkoop van kerstbroden. Volgens het bedrijf is dit kerstbrood gemaakt met pure liefde. De burgerij had vandaag de gelegenheid om het brood te proeven en kon ook leuke prijzen winnen. De senior commercial manager van Fernandes, Brian van Leeuwarden, benadrukt dat de start van de verkoop van deze broden niet te vroeg is, zoals sommigen denken. Vorig jaar hebben we dat ook gehad en we hebben daarnaar geluisterd, want wij vroegen ons ook af, is het niet te vroeg. Maar vorig jaar was het ook een groot succes en dit jaar wederom. En we hebben nu ook al gezien het loopt storm. Ja. Is het een ander concept, want ik heb dat kerstbrood geproefd, is alsof het lekkerder is dit jaar, zonder reclame te maken. Nee, tuurlijk. Laat me het zo zeggen, het kan nooit slechter worden, het kan alleen maar beter worden. Dus we proberen inderdaad elk jaar te kijken waar kan het nog beter, kan het nog net ietsje zachter, nog net ietsje malser. Dus, dus het zou kunnen dat u dat geproefd heeft. Ja. Oké, en deze actie, hoe lang gaat het door? Deze actie is voor vandaag, maar we zullen in de komende periode vaker leuke dingen hebben hier bij de Warme Bakker. Om de mensen te stimuleren natuurlijk om ons brood te kopen. We komen met een leuke actie waarbij je Fernandes kaas en Fernandes kerstbrood tegen een scherpe prijs kan kopen. Weet u, dus dat soort leuke dingen. Ja, ja. Maar in deze precaire tijd, dat is dus het modewoord nu, gaat het goed met Fernandes of zegt u... We houden net het hoofd boven water. Fernandes moet heel hard zijn best doen om te zorgen dat het goed gaat. Het gaat gelukkig goed, maar wij proberen dus wel voor de consument ervoor te zorgen dat prijzen zo laag mogelijk gehouden worden. Ook wij ontkomen er niet aan dat ingrediënten, et cetera, duurder worden. Maar wij proberen dat echt zo minimaal mogelijk in onze prijzen te verwerken. Van Leeuwarden zegt dat Fernandes Bakkerij een minimale prijsaanpassing heeft gedaan. Terwijl anderen met 100% hebben verhoogd, heeft Fernandes dat met slechts enkele procenten gedaan, zegt hij. De commercial manager gaat ook in op de stelling dat de koers omlaag gaat, maar de prijzen niet. We letten heel goed op de koers. Omdat we opletten hebben we ook gezien dat de afgelopen dagen weer omhoog is gegaan, helaas. Maar wij houden inderdaad in de gaten. Ook wij, als onze kosten zullen verlagen, ik heb het dan niet over de koers, maar als de kosten daadwerkelijk gaan verlagen, gaan we daar naar kijken, ja. Want wij willen ook gewoon dat onze producten beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. En het verlagen van de kosten, waaraan ligt dat? Hoe zal dat moeten gebeuren? Ja, dan moeten de prijzen van ingrediënten achteruit gaan. Dan moeten ook de kosten van diensten van derden die aan Fernandes geleverd worden. Dus u kunt zich voorstellen, en de koers natuurlijk ook. Die zullen stabiel moeten zijn, dus stabiel verlaagd moeten zijn. En dan zien wij van, hé, dan is het niet nodig om zo'n hoge prijs te hebben. Ik wil er ook bij zeggen dat ons brood vegetarisch is. Dus ook voor de mensen die morgen Diwali vieren, is het goed geschikt. Wij blijven in de tussentijd gewoon vol passie en liefde aan onze producten werken. Aldus Brian van Leeuwarden, senior commercial manager van Fernandes. We spraken hem vandaag bij de start van de verkoop van Fernandes kerstbroden.